Een ander tamelijk moeilijk concept binnen de wereld van de moderne en hedendaagse kunst is naast abstractie conceptualiteit. Ook vandaag nog zijn er tal van conceptuele kunstenaars actief, net zoals er abstracte kunstenaars zijn, waardoor het belangrijk is om ook in termen van vandaag uit te leggen wat conceptualiteit nu precies is. Net als de abstracte kunst zal conceptualiteit ontstaan zo ongeveer in de periode van de Eerste Wereldoorlog en kort nadien, maar zal het eigenlijk pas een prominente rol krijgen in de kunst van de 20e eeuw, vanaf de periode volgend op de Tweede Wereldoorlog en dan nog vooral vanaf de jaren 60. Eerder hadden we het al over het voorbeeld van Marcel Duchamp, de legendarische Franse kunstenaar die in de Verenigde Staten tijdens de Eerste Wereldoorlog doodleuk zijn urinoir Fontaine betitelde en het tentoonstelde onder een pseudoniem binnen de Society of Independent Artists. Het interessante van het urinoir van Marcel Duchamp is dat het object zelf eigenlijk niet zo geweldig belangrijk geacht werd, dan wel de boodschap die het verkondigde. Het kunstwerk werd, zoals eerder vermeld, aanzien als het voornaamste kunstwerk van de 20e eeuw, alleen maar omdat het zeer pertinent het wezen van kunst zelf wist te bevragen. Wat is kunst eigenlijk? Hoe wordt het gemaakt? Door wie? En wat is de positie van de kunstenaar? En hoe moeten wij er als publiek mee omgaan? Dit zijn zeer voorname vragen die destijds gesteld waren, en die vragen bleken belangrijker dan het object zelf. Het object zelf bleek uiteindelijk immaterieel te zijn, en zo gaat de legende. Marcel Duchamp vond het voorwerp zo weinig interessant dat hij na afloop van de tentoonstelling het object zelf had vergeten terug op te halen. Het is vermoedelijk ergens bij het grote huisvuil gezet of zoiets. En later had hij er spijt van en heeft hij ervoor gezorgd dat er andere dergelijke urinoirs werden gemaakt. Hij aanzag ze niet als replica's, aangezien men een idee niet kan repliceren. Alleen de aanleiding tot het idee. Het urinoir van Marcel Duchamp, dat dus enkel nog overleeft in foto, heeft iets authentieks, heeft iets archeologisch, maar is buiten het heemkundige of het erfgoedkundige heen eigenlijk niet zo belangrijk. Belangrijker was het idee. En dat is tegelijkertijd waar conceptualiteit geboren wordt, namelijk het idee primeert op de uitvoering. Voor wat betreft conceptuele kunst zijn er een aantal manieren waarop kunstenaars kunnen werken. Eén daarvan is de zogenaamde intervention, een interventie. Dit hier is het ruiterstandbeeld van Lord Napier, dat staat in Londen op het kruispunt van twee London boroughs. Het is een groot bronzen beeld van een van de monumenten van de British Empire, een man die lange tijd de controle over Indië uitoefende. Deze dame is Eleonor Aguiari. Zij is een Londense kunstenares, weliswaar van Portugese origine, en zij heeft op een bepaald moment willen ingrijpen op dit werk. Zij heeft het volledig rood gemaakt, een typisch soort van glanzend rood, dat bestaat uit duizenden en duizenden kleine stukjes rode tape. Ze heeft dus rode tape gekocht en het hele standbeeld, sokkel en al, opgekleefd met die rode tape. Om dit te kunnen doen, heeft Eleonore Aguiari wel redelijk wat werk moeten verzetten. Ze heeft namelijk de toestemming gevraagd aan de erfgenamen van Lord Napier om te vragen of het eigenlijk wel mocht om dit ruiterstandbeeld met rode tape te gaan beplakken. Ze heeft ook de erfgenamen van de kunstenaar zelf, die het oorspronkelijke ruiterstandbeeld heeft gemaakt, moeten contacteren. Ze heeft vervolgens ook toestemming moeten krijgen van de politie om dat te mogen doen. Ze heeft zich moeten verzekeren om haar en haar assistenten de ruimte te geven om dat te kunnen doen. Ze heeft ook de straat moeten laten afzetten om goed te kunnen werken. Ze heeft vervolgens ook allerlei dossiers moeten voorbereiden om uiteindelijk ook de financiering daarvoor rond te krijgen. En dit alles tezamen heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. Ter vergelijking, het opkleven, die kleine, hele kleine stukjes dunne, vingerdikke tape opkleven op dit hele kunstwerk, heeft uiteindelijk niet meer dan een dag geduurd. In het Engels bestaat de uitdrukking red tape als synoniem voor onnodige administratieve rompslomp. En juist dat is hetgene wat Eleonore Aguiari heeft proberen aan te kaarten. Namelijk het feit dat indien je ook maar het minste wil doen in Engeland of Londen in het bijzonder, dan heb je eigenlijk geweldig veel administratie. Alles is altijd één grote last om uiteindelijk slechts één dag te kunnen werken. Het is een
veroordeling van Britse bureaucratie, die hier gebeurt door middel van een interventie. Uiteraard, wie vandaag naar Londen gaat, zal geen zo'n knalrood standbeeld meer aantreffen. Het is een tijdelijke interventie, net zoals de werken van Christo, Land Art, ook tijdelijke interventies zijn. Sommige interventies worden gemaakt in de natuur. Neem nu bijvoorbeeld de Land Art kunstenaar Michael Heitzer, die in de Nevada-woestijn op een gegeven ogenblik een sleuf heeft getrokken van een enorme afstand, die zelfs vanuit de lucht waarneembaar is. En daarbij geweldig veel materiaal heeft verplaatst. Vele tonnen grof materiaal zijn daarvoor afgevoerd geworden naar een plaats een kilometer verderop. En dat alleen maar om zo'n simpele sleuf te kunnen maken. Uiteraard, Michael Heitzer verbaasde er zich over dat weinig mensen naar zijn werk kwamen kijken. Maar hij vroeg zich ook af hoe het dan komt dat zoveel mensen elk jaar opnieuw naar Salisbury Plain of naar het plateau van Gizeh trekken om daar de piramiden of Stonehenge te zien, wat in wezen eigenlijk niks meer is dan dat, namelijk een interventie in een reeds bestaand landschap. Andere vormen van abstractie zijn bijvoorbeeld performances. Sommige van die performances zijn natuurlijk eerder tijdelijk van aard en worden door fotografie gecapteerd. Dit hier is de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die in de jaren 90 bekend geworden is. En hier zijn urnen uit de Han-dynastie laten vallen. Nu, op zich vond men dat destijds een aanklacht tegen de manier waarop China omging met haar eigen erfgoed. Er werden heel wat historische wijken afgebroken om plaats te maken voor hypermoderne gebouwen en dergelijke meer, waarbij Ai Weiwei natuurlijk wel ergens de vergelijking maakte met wat er in Europa gebeurt. Men kan op sommige andere plaatsen nauwelijks een nieuwbouw gaan plaatsen of de archeologische dienst moet even langskomen. En in China gaat men hele wijken per week gaan bulldozeren om daar nieuwe gebouwen in de plaats te gaan zetten. Dus besloot hij om een Han-dynastie urne te kopen. Dat is aardewerk van gemakkelijk 2000 jaar terug. En om die te laten vallen. Er zijn in dit triptiek drie foto's. Op één daarvan heeft de kunstenaar die urne stevig in de handen. In een tweede laat hij ze naar beneden vallen en in een derde ligt ze in scherven aan zijn voeten. Dit is om te bewijzen dat het wel degelijk gaat om een bewuste daad van destructie. En daarmee wil hij de parallel trekken met wat de Chinese overheid doet met haar eigen erfgoed. Uiteraard sprak men er een schande over dat een dergelijk erfgoedstuk, zoals een Han-dynastie urne, dat toch enigszins wel wat waard is, zomaar vernietigd werd. Wie tegenwoordig naar veilingsites gaat om op te zoeken hoe duur zo'n vaas precies is, die zal al snel uitkomen bij het gegeven dat je, dat je een dergelijke vaas kan krijgen voor tussen de 1000 en 3000 dollar ongeveer. Het mocht dus wel wat kosten, dit experiment van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, maar hij wist wel zijn punt te maken. En de ironie van de zaak is nu dat de foto's inmiddels veel meer waard zijn dan de urne die kapot is. Een andere, toch wel vrolijke kunstenaar is Piero Manzoni, Italiaans kunstenaar, die zich vooral liet leiden door zijn weergaloos gevoel voor humor. Beeld u eens in, u loopt door een sculpturenpark, u ziet daar allerlei sokkels met marmeren of bronzen beelden op. En plots ziet u een sokkel waar helemaal niets op staat. U beslist om nieuwsgierig dichterbij te komen, om te lezen wat er op de sokkel staat, want er staat duidelijk iets opgeschreven. En dan stelt u vast dat u uw hoofd moet draaien, want op de sokkel staat omgekeerd geschreven Socle du Monde. Dat is dan het moment waarop u zich realiseert dat de sokkel niet op zijn kop staat, maar dat u op uw kop staat. In principe, ja, als de aarde op een sokkel staat, dan moet u de zaak natuurlijk wel wat omdraaien. Het bekendste werk van deze kunstenaar Manzoni was uiteraard zijn Merde d'Artiste. Dit is het moment waarop de kunstenaar, in navolging van het beroemde citaat van Marcel Duchamp, Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art, vroeg hij zich af over de kunstenaar. Kan een kunstenaar dingen maken die dan uiteindelijk geen kunst zijn, vroeg hij zich af. De vraag was enigszins retorisch, maar Piero Manzoni probeerde die te beantwoorden en dacht na over wat is het meest vulgaire dat ik kan uithalen. En toen dacht hij, alles wat uit mij komt is kunst. Laten we dat maar eens testen. En hij nam het initiatief om zijn eigen stront in potjes te steken en in conserven te bewaren.
Natuurlijk, die conserven, daar liet hij dan speciale etiketten voor drukken met contenu net, dat is 30 gram van zijn feciën. Conservé au naturel, dat is allemaal bijzonder geestig. En ook de datum en het nummer. Manzoni, zult u ook wel goed kunnen zien, signeerde de werken dan helemaal bovenaan. Dan vroeg men vervolgens aan Manzoni, ja, je hebt er zo wel een aantal gemaakt, maar hoeveel moet dat kosten? Manzoni had daar geen antwoord op, begon na te denken, hoeveel moet ik daar eigenlijk voor vragen? Ik wil niet een te hoge prijs, maar ook geen te lage prijs. En dus nam hij op een gegeven ogenblik de krant ter hand en zocht hij de prijs op van goud. En dus heeft hij deze werkjes verkocht tegen de prijs van 30 gram goud. Met als gevolg dat hij zijn eigen stront letterlijk als goud verkoopt. Het is natuurlijk belangrijk bij al deze zaken dat u een zeker gevoel voor relativering heeft, een zeker gevoel voor humor. Anders is conceptuele kunst misschien niks voor u. Als u dit allemaal te ernstig neemt en het allemaal zeer rationeel gaat bekijken, dan blijkt dat het allemaal niet klopt. En dat is bij kunst wel vaker zo. Soms schijnt het niet te kloppen, soms krijg je merkwaardige effecten. En dat weet Manzoni ook. Hij bespeelt die markt met een zekere schalksheid, met een speelsheid. En vooral als je hem daar ziet poseren in zijn wc naast zijn toilet, met zijn doosje geconserveerde stront, dan lijkt hij met die stralende glimlach te willen zeggen, kijk, ik heb net een nieuwe gemaakt. Tegenwoordig staan die zaken in musea en veel mensen gaan er ook naar kijken. Het is dus niet iets dat een marginaal verschijnsel is, maar opnieuw een verschijnsel dat ons dwingt tot de vraag waar wij binnen het kunstwezen nu eigenlijk mee bezig zijn. Wat moet de kunstenaar doen? Wie is hij? Wat is zijn taak? En wat wordt er van ons verwacht als toeschouwer? En uiteindelijk blijkt dat datgene wat kunst is, niet beslist wordt door de kunstenaar, niet beslist wordt door één individuele toeschouwer, maar door een samenleving, door een cultuur, door een maatschappij. En dat is iets waar conceptuele kunst ons heel handig op lijkt te willen wijzen. Namelijk het feit dat datgene wat kunst is, eigenlijk voor een groot stuk voor u bepaald wordt. En wat kunst is, is daarom bij consensus tamelijk objectief.